We staan hier bovenop een heel bijzondere hobby. Een rechtse hobby. Oh, een rechtse hobby en een linkse hobby. Namelijk de Noord-Zuidlijn. Hobby van tenminste als je PvdA en Groen... Oké, als je PvdA en Groen allebei links wil noemen, dan is dit ook een linkse hobby. Deze metrolijn hier is bedacht met steun van alle partijen, inclusief GroenLinks. Pas op het moment toen het geld uit de hand ging lopen, is GroenLinks tegen gaan stemmen. Maar daarvoor was het wethouder Keulen van GroenLinks die lange tijd deze metrolijn gedaan heeft. Dit project hier zou in 2006 klaar zijn. Het zou 700 miljoen euro kosten. Dit project is volgens planning nu in 2017 klaar. En kost 3,1 miljard euro. Vervelend voor Amsterdam is dat het Rijk daar 1 miljard van betaalt. 1,1. En dat Amsterdam de andere 2 miljard betaalt. Dat is heel erg veel geld voor een gemeente. En dat gaan we nu merken, want dit gaat ten koste van allerlei andere budgetten in de stad. En nu wordt er gesneden, niet alleen omdat er crisis is, maar ook omdat de gemeente de verkeerde keuzes gemaakt heeft. Omdat hier onwijs veel geld in de grond gestopt wordt. En daarom gaan er nu zo dadelijk buurthuizen dicht, wijkcentra dicht, wordt gesneden in de huurdersondersteuning, wordt gesneden in van alles in deze stad. En dat is een politieke keuze. En het is maar in welke stad je wilt wonen. Wil je je geld in de grond stoppen? En wil je je huizen verkopen? En wil je een stad voor de rijken? En wil je een vertrutte Amsterdam zonder kraakbeweging? Dat is een politieke keuze. Maar een stad zonder krakers, dat is een dode stad. Ja!